langs de dorpslaan. Het was midden in de nacht. Ben drie straten omgegaan. Ik heb hem niet afgewacht. Hij is gevaarlijk en vreselijk gemeen. Zo, hoi, leuk dat je weer kijkt en luistert. We gaan verder op het pad van het chord melody spelen. Het combineren van akkoorden en melodie. Ik heb gekozen om er een fingerpicking arrangementje van te maken. Beetje uitleg. Het eerste stukje van de melodie kun je eigenlijk op de onderste snaar spelen van de ukulele. Zo. Dit, vakje 5, slide naar 7, dan naar 3, 5, 7, 3. Nou, dat kun je heel fijn opvullen met wat andere akkoordnoten. Met je duim en dan doe je dit idee. Dus G, snaar, C, snaar enzovoort. Dit is in feite gewoon een C-akkoordje. Dus ik sluit hem eigenlijk in een C-akkoordje. Ook een C-akkoord. Dit hangt er een soort tussenin. Nou, gaan we verder. Het volgende stukje komt uit een F-akkoord. Eerst gewoon. Zo ongeveer zou de melodie zijn. Daar heb ik dit van gemaakt. Wat doe ik? Eerst gewoon F-akkoord. Dan mijn ringvinger onderste snaar vak 3 erbij. En die duim blijft eigenlijk op die bovenste twee snaren heen en weer. Hè? Zo. Met mijn pinkje even naar vakje 5 en met een pull-offje snel weer eraf. En dat gaat twee keer en dan gaan we weer naar dat vorm van een C-akkoord. Een G7 is gevaarlijk. Drie vormen van G7 gaan we krijgen. De standaardvorm, 0, 2, 1, 2, van bovenaf gezien de vakjes genoemd. Zo. Dan een vorm die eigenlijk een soort opschuiven en uitrekken is. Namelijk deze twee vingers schuiven naar vak 5 en die blijft er één achter in de vorm. En dan krijg je een soort uitgerekte, opgeschoven vorm. 5, 3, 5 en de bovenste is naar 0. Al in de onderste hebben we nu voor de melodie eigenlijk niet nodig, maar het is wel fijn om te weten. Dus gevaarlijken. De volgende zit hier. Heb ik voor gekozen om bij mijn barré de bovenste niet te doen. Zou eventueel mogen, wat je fijn vindt. Barretje vakje 7. Ringvinger erbij. Vakje 10. En dan ringvinger eraf. En heel snel terug naar een C5, eigenlijk 0033. Nou, succes ermee. Ik heb er een stapje van gemaakt. Dat kun je ook downloaden. Op mijn site kan je helemaal terugvinden hoe dat allemaal werkt. Ook voor de notenlezers trouwens onder ons. Want met het programma waarmee ik de tab schrijf
komen ook direct de noten erbij. Die kun je dus ook downloaden. Veel plezier ermee.